Goedemorgen. Het is woensdag en ik moet werkverslag. Maar ik heb een lekkere douche. Ik dacht, ik ga soms even lekker douchen. Lekker een beetje wakker worden. Dus, gedaan. Goedemorgen jongens. Het is woensdag vandaag en ik ben wakker, goed wakker, nu wel. Vanmorgen kost het me iets wat meer moeite om mijn bed uit te komen. Ik heb heel vast geslapen vannacht. Dat is voor mij normaal een slecht plan, een slecht teken. Want dat betekent dat ik 's morgens mijn bed niet uitkom. En dat klopt wel, het kost me iets meer moeite. Het duurde me ongeveer 2 minuten, 3 minuten voordat ik eruit sprong. Normaal als mijn wekker gaat, sta ik er gelijk naast. Maar goed, even iets rustiger wakker worden, ik kan natuurlijk geen kwaad. Vandaag op de planning een ochtendje werken. Vanmiddag een cavia-koor schoonmaken en uiteraard een video editen en verder aan mijn Star Wars Stormtrooper Lego. Super tof. Koffietje. Ik heb trouwens lekker een kus in die stoel gezet. Ik moet zeggen, dat bevalt me goed. Het zit lekker zacht. Ik ga een aflevering van Lisa kijken. Schoenen aandoen en lekker koffie drinken. En het is precies 6:10. Dus ik heb nog alle tijd. Alles rustig op het gemakje. Goed, ik kom inmiddels achter mij. Zie je de metro? Daar ben ik net uit. Want ik ben klaar met werken en ik ga bloed prikken. Ik heb namelijk die allergiepilletje natuurlijk afgelopen week gehad. Nou ja, dat werkt. Dus ik wil weten waarvoor ik dan allergisch ben. Of ik echt allergisch ben. Voor iets waardoor ik de jeuk heb. Maar ja. Mijn opa komt aanrijden, want aangezien ik niet graag alleen bloed prik, omdat ik doodeng ben en ze waarschijnlijk toch 20 keer misprikken, heb ik even mental support bij me. Dus gaat mijn opa mee. Dus ik sta nu bij de Star. Voor de deur. En heb ik er zin in? Nee. Ga ik het overleven? Nee. Ik heb hier echt geen zin in. Maar goed. Komt wel goed. We gaan naar binnen. Lego time. Ik ben aan het Lego jongens en ik ben echt helemaal happy. Ik heb trouwens bloed geprikt. Dat had ik het al verteld. Het is allemaal een beetje rotter verlopen dan ik had verwacht. Want ze hebben in mijn arm 3 keer misgeprikt en toen hebben ze hem uit mijn hand gehaald. Maar mijn hele hand doet nu hartstikke veel zeer. Ik ga deze trouwens gelijk afhalen. Maar er is hier geprikt. Je ziet hem nog zitten. Maar ze hebben hem precies tegen mijn knokkel, tegen mijn bot aan geprikt. Dus mijn hele knokkel hier is nu burst. Echt vet van zeer. Maar goed, ik ben lekker aan mijn derde deel van mijn Lego aan het doen. Ik ben helemaal blij dat ik het nu kan doen. Helemaal zoeken en zo, maar het is wel leuk. Het houdt je ook gewoon lekker bezig. En dat vind ik gewoon leuk. Ik ben trouwens gelijk weer een stuk aan het opnemen op mijn telefoon. Ash belt me, maar ik ga denk ik maar even op mijn laptop haar bellen dan, want dit werkt anders ook niet. Staat deze laptop nou aan, want anders laat mijn andere laptop niet op. Ook zo lekker omslachtig uiteraard. Zo. Oké, nou laat deze hopelijk zometeen op. En dan ga ik ondertussen Ash bellen. Ik ben ook echt lekker aan het modderen ook hoor jongens, echt. Maar goed, waarom laat de laptop niet op? Maar niet. Laagvermogen opgesloten. Gewoon goed mogelijk niet opgeladen als deze aanstaat. Ja, u weet ik, maar maakt niet uit. Nou, ik gok eigenlijk dat Ers ook op de Lego zit. Ik weet het bijna eigenlijk al zeker. Maar goed, daar is Ash alweer. Hey. Jij bent. Jij neemt. Jij neemt vet snel op. Ja, ik word je aan het bellen op het set, maar je nog niet. Nee, ik ben toch aan het filmen. Kan toch niet? Maar wil je weten hoe ver ik ben? Nou, show me. Ik ben bijna helemaal klaar. Ja, ik zit op de helft. Kijk, deze hoort dan.
Ja, dat is wel leuk. Ah, schattig. Zo leuk. En hier heb je een trappetje. Kijk, jij zo omhoog. Ah. En ik ga nu dus, kijk, ik ga nu dit maken. Oh, de eerste laag. Ja, de eerste laag gaat er niet aan. Leuk. Oh, draaien. Cute, cute, cute. Moet ik hem draaien? En zo is het de volgende dag en is er gisteren inderdaad geen vlog online gekomen. Dat klopt. Oh, ik heb vandaag gewerkt een hele dag. En verder niet zoveel. Wel iets gedaan. Niet heel veel, maar wel iets. Kijk, jongens. Hij is af. Mijn Star Wars Lego Stormtrooper is af. En hoe vet is die? Ik heb dus gefilmd dat ik dit ding aan het... Oh, het is nog een topstatief ook. Ik heb dus gefilmd dat ik dit ding van de grond aan op aan het bouwen ben. En daar ga ik een aparte video over maken. Oh, ik heb de hik. Daar ga ik een aparte video over maken. En die komt, als het goed is, over 4 dagen online. Als alles goed gaat met editen, want het is een ontzettende lange video. Dus als alles goed verloopt met de edit... Dan komt die over 4 dagen online. Vanaf dat deze vlog online staat. Dus daar ben ik super blij mee. Ik heb net eventjes 3 retourpakketjes ingepakt. Ik heb namelijk de afgelopen week hoesjes besteld voor mijn telefoon. En die zijn tot 3 keer toe gewoon compleet verkeerd geleverd. Voor een andere telefoon. Echt vreselijk. Dus dat was heel irritant. Maar ik heb mijn eigen hoesje gediy'd. Ik heb namelijk nog een roze... anti-shock case met van die uitstekende hoeken. En daar heb ik dus mijn touwtje aan vastgezet. Zodat ik toch een kort hoesje heb, maar wel op een andere manier, om het even zo te zeggen. Wat ik nu ga doen, is mijn sloffen aan. En dan mijn bed in. Het is vroeg. Het is 8:30, maar ik ben moe. De hele dag al, heel erg. En ik wilde eigenlijk nu nog gaan douchen, want toen dacht ik... dan had ik beter gewoon even lekker gaan liggen en Lisa gaan kijken verder. Want vandaag zijn de laatste 2 afleveringen online gekomen voor de zomerstop. Waar ik uiteraard niet op zit te wachten. Maar ja, het is niet anders. Ook dat heeft een keer een zomerstop. Net als Goede Tijden. Dus, het tv'tje gaat aan... Dit lampje gaat uit, want ik heb geen zin meer om daarna mijn bed uit te gaan. Denk ik. Alhoewel, ik hou hem wel aan. Het is wel leuk dat er nog een beetje licht in mijn kamer brandt. Die beetje licht in het uitzien is. Dat is dan inderdaad toch misschien wel heel leuk. Zo. Nou, ik ga dit lampje ook aanzetten. Deze 2 kussens van bed. En dan ga ik heerlijk genieten van de laatste 2 afleveringen van Lisa. Ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat aflopen. Het is super spannend. Jonas' vader is vermoord door zijn broer. En... Oh, het is zo spannend aan het worden nu. Hetzelfde met het Lego. Dat wil je dan gewoon afmaken. Nou, dat is er nu dus af. En dat is hetzelfde met die serie. Die wil ik gewoon afkijken. Goedemorgen. Jongens, dag 3. Ik ben wakker. Ik dacht, ik ga vandaag ook gewoon nog even daar aan plakken. Maar ik ben wakker en gedoucht. Mijn haar is nat. Dat is toch wel jammer. Maar ik dacht vanmorgen, ik kwam er zo moeilijk uit. Werk ik om 4:15. En om 5:50 was ik er nog niet uit. Dus toen dacht ik, oké, dan ga ik gewoon uit onder de douche. Anders ben ik nog niet wakker. Maar ik ben wakker. Ik heb heel kort eventjes gedoucht. En uiteindelijk even... heel gewoon simpel en licht make-up opgedaan. En klaar was Kees. Of nou, Kim in dit geval. Maar ik heb heel slecht geslapen. En ik voel me ook een beetje griepig. Er zit iets op mijn stem. Ik weet niet of het verkoudheid is of... Ik weet het niet.
Kan ook een droge keel zijn hoor, denk ik eerder eigenlijk. Maar je weet het niet. Je weet het niet. We zien het wel. Even een kopje koffie drinken. Welke schoen ik aandoe, dan ga ik naar boven, ga ik nog even verder kijken naar Lisa, want dat heb ik gisteren gedaan en daarom ben ik ook laat gaan slapen. Ik heb nog anderhalve aflevering, dus die wil ik wel proberen. In ieder geval de aflevering waar ik aan het kijken ben, die even afkijken. En ik ga gelijk op schoenenpak uit de gang, want ik weet niet welke ik aan wil vandaag. Goed, en daar gaan we dan. Ik ben nog steeds wel ergens een beetje ingekakt. Maar goed, mijn jas die kraakt ook. Maar goed, op naar het werk. Ik heb gewoon een nieuwe heuptasje bij. Ook klein. Er zit de Sultana in en dat zit. Maar ja. Ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon lekker een klein tasje meenemen, want ik heb toch een halve dag vandaag. En ik heb verder toch niet zo heel veel te doen. Dus komt goed uit. Trouwens een tasje van Atelier Wolf. Super fijn. Het is een heuptasje, maar hij valt ook wel redelijk chill als crossbody of als ding om je schouders. Oh, mijn oortje vallen naar beneden. Ik heb trouwens lekker mijn telefoon om mijn nek gehangen. Normaal ik hem onder mijn jas. Maar omdat het nu regent en omdat ik er anders niet meer bij kan als je onder mijn jas zit, heb ik hem boven mijn jas gedaan. Ik zat net nog even met Ashley kletsen, want die moet ook werken vandaag. Dus die is ook al lang weer wakker. En nog even met Chantal gekletst, die ik overigens heel afstandelijk vind doen. Heb ik het idee. Tenminste, en weinig begrip heeft, heb ik ook het vermoeden, want dus is het, misschien is het niet zo, maar zo komt het wel over. Ze heeft, als ik dingen zeg of zo, het gaat natuurlijk niet heel erg lekker in mijn life de laatste tijd, maar als ik iets zeg of zo, lijkt het alsof ze er gewoon geen begrip voor heeft. En er liggen nog spullen van haar bij mij, en zo elke dat ik dat af kon gooien, maar ja. Weet je, dat is ook niet 1, 2, 3 gebeurd. En de dagen als ik vrij ben, heb ik of dingen gepland al. Of ik wil gewoon echt even de rust door. Want het weekend heb ik ook weer dingen gepland. Dus, ja. Daar is het niet anders, jongens. Trouwens wel lekker om vanmorgen even te douchen. Gisteravond dacht ik, nee, ik ga morgenochtend niet douchen. Vanmorgen dacht ik, misschien ga ik toch wel douchen. Zeker omdat ik ook zo moe was. Alleen kijk mijn haar aan de achtergrond. Het is helemaal fuzzy en pluizig nu. Maar goed, mijn haar is echt rood. In het licht. Maar goed. Ik ga lekker de metro in. En dan lekker naar het werk. Ik heb nu al de camera bij. Ik vraag me eigenlijk niet waarom. Ik heb geen idee. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga richting het werk. En mijn ouders sliepen nog trouwens, dat verbaasde me eigenlijk wel. Nog eens lekker laten liggen. Oh, ik had dus zulke fijne hoop dat het niet zo hard zou regenen. Maar dat doet het wel. Ik kom daar net van de metro vandaan. Maar wat is dit voor weer? Wacht, doe maar niks aan. Ik ga opnieuw aan bus wachten. Lopen naar het werk en daarna gewoon lekker een kopje koffie drinken, want daar heb ik wel trek in. Dus dan gaan we dat doen. Ik werk vandaag wel met een team dat je denkt, oké. Maar het is vrijdag voor het weekend, vaak is het rustig op vrijdag.
Dus laten we hopen dat het vandaag ook zo mag zijn. Ik heb althans geen zin in gekke dingen. Ik heb nog steeds last van die knokkel van mijn hand door het bloed prikken. Ik heb vet onrustig geslapen. Bijna niet geslapen. Ik heb gisteren nacht niet geslapen. Dus ik gok er ook zomaar op. Ja, het wordt geen klaagoffice, maar ik gok er zomaar op. Dat ik vanmiddag, als ik klaar ben om 11:30, naar huis ga. En lekker eventjes op bed verder of in de stoel Elisa ga kijken. Want dat wil ik graag zien. Dus dat gaan we doen. Tenminste, tot de aflevering afkijken. Misschien dat ik dat ook wel onderweg naar huis doe. En dat leven we 7:08. Nou, dat is prima tijd. Aan de ene kant zou ik nu zeggen, ik loop even gauw langs Albert Heijn. Maar daar heb ik geen zin in, want ik moet nog 10 minuten lopen. In de regen. Helaas. Oh jongens. Ergens heb ik te veel energie. Maar ergens heb ik gewoon geen energie. Heel raar. In mijn hoofd, laat ik zeggen, in mijn hoofd heb ik gewoon vet veel energie. Maar als ik mijn benen moet optillen, dan denk ik, het is me allemaal net even te veel moeite. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga zo in ieder geval even lekker een bakje doen op werk. Ik ben er toch op tijd. Dus even een bakje, ik kan geen kwaad. Oh ja, het is vrijdag, dus er is mat vandaag. Leuk. Altijd leuk. Ja, ik ga nog even lekker doorwandelen in de regen. Tot vanmiddag. Ik zit terug in de metro en mijn hand is ingetikt, want mijn hele hand was opgezwollen en is warm, rood. Precies waar ze geprikt hebben op die knoppen hier. Dus even de zwelling een beetje terug te dimmen, heb ik mijn hand ingetikt. Dat had ik verband. Dat had ik echt zeer. Ik kan mijn vingers wel bewegen, maar ik kan hem niet verplicht. Zo, in de metro en at the station, you must wear a face mask. Helemaal station. Ja, dat is. Die is dus aan deze kant helemaal opgezet. Ontzettend veel zeer. Maar ik moet het straks opnieuw doen, want door morgen door de zorg en zo is het helemaal lelijk en is het helemaal losgelaten. Maar ik heb nog een rolletje hier, de leftovers. Dat is toch eigenlijk wel handig. Dat is een collega. Maar onderweg naar huis, tenminste ik ben er al bijna, nog 1,5. En dan even boodschappen om mijn pa, die belde van joh, geef een seintje als je er bent, want dan gaan we gelijk even een paar boodschappen halen. En ik moet uiteraard vanmiddag natuurlijk ook met Caro, Flo en Milo. Dan moet ik naar de dierenarts. Gewoon even checken, ze hoest allemaal. Dus ik kijk of ze ook allemaal goed gaat. En dan hopelijk niks geks en dan weer naar huis. Top! Dat is de planning voor nu. En voor de rest niet zoveel. Wat ik zei, vanmorgen verder Lisa kijken, denk ik. En een vlog editen. Deze. Ik ben er alweer, jongens. Het gaat zo snel.